Sligo Leiden levert tijdens de LSIT-week alles voor ontbijt en lunch voor de nieuwe studenten. Dit jaar heeft de introductieweek bijna 3600 deelnemers, dus het is een hele logistieke onderneming. De ene dag is het ontbijt, de andere dag is het lunch. Wij zijn een van de partners die dat allemaal organiseren. En zoals je kunt zien wordt nu alles ingeladen. In ieder geval voor het lunch bij de Hortus Botanicus. Daarin enkele duizenden broodjes naartoe. Het beleg voor de broodjes. Drinken voor bij de lunch. Dat alles wordt meegegeven in gemaksbakken. Een van de redenen ook waarom de LSIT voor Sligo heeft gekozen als leverancier is het feit dat wij heel goed aan afvalscheiding kunnen doen. Daarom gaan er ook twee lege kooien gaan er mee. De een is voor al het karton, de ander is voor al het plastic afval. Dat halen wij 's middags na de lunch halen wij alles weer op. Sowieso evenals alles wat overblijft. En dat zorgen wij weer dat op de juiste manier allemaal wordt teruggebracht en wordt gescheiden. We organiseren elke dag een lunch en daarvoor hebben we de lunch besteld bij de Sligo. En elke dag zijn er zo'n 20, 25 coureurs die helpen bij het opbouwen van de lunch. Dus alles zorgen dat iedereen evenveel te eten heeft. En tijdens de lunch scannen zij de QR-codes van de deelnemers. Dus dan wanneer de QR-code wordt gescand, dan kunnen ze de lunch meenemen. En de voorbereiding vooraf is natuurlijk wel, dat is natuurlijk het meeste werk. We hebben gewoon lijsten aangeleverd bij de Sligo van zoveel deelnemers hebben we. Dit willen we hebben en in overleg bepaald wat er allemaal in zo'n lunchpakket komt. De gemaksbakken, ja, dat is ook nieuw dit jaar. We geven eigenlijk, zoals bijvoorbeeld vandaag bij de Hortus Lunch, mogen alleen de mentoren de lunch ophalen. Dus er komen er straks twee mentoren, die krijgen een gemaksbak. En wij zorgen ervoor dat in elke gemaksbak evenveel eten zit. Dus fruit, beleg, broodjes, bordjes. En dan komen zij de gemaksbak ophalen. En dan na afloop kunnen ze wat over is hier weer inleveren. En het karton in de kartonbak stoppen. En hoe is de samenwerking met Sligo? Echt een hele goede samenwerking en heel veel contact met ze. Ze zijn er altijd gewoon op tijd. Ze komen het hier leveren en halen. Dus dat is ook hartstikke fijn voor ons. Dat scheelt ons ook weer werk. Dit is echt wel uniek voor ons. Zo'n evenement hebben we eigenlijk nooit. Dus sowieso is dit de eerste keer dat wij LSIT mogen leveren. Daar zijn we ook heel blij mee, heel trots op. Ja, dat brengt alleen heel veel extra werk met ze mee, maar dat maakt juist wel weer leuk.